worden gesteld. Dit betekent oude, vertrouwde en nieuwe activiteiten voor bewoners. Dok, Pit en Tos zoeken ook nieuwe makers. Burgers van Charles die geheel vrijwillig mensen helpen die lichte zorg nodig hebben. Boodschappen doen, voorlezen, post doornemen. Heeft u interesse? In de foyer zit een Dok en Pit team met een informatiestand. Kortom, beste burgers, pak uw kansen. Doe eens iets anders. Werk samen en zorg voor elkaar. Overigens, vele Charles doen dit al. Een levend bewijs hiervan is de invulling van deze avond. Dankzij de inzet van organisaties waarin onze burgers vrijwillig actief zijn, wordt in heel Charles ontzettend veel mogelijk gemaakt. Ook vanavond dus. Vanavond krijgt u een kleine indruk van alle activiteiten van onze ingezetenen. Ook krijgt u een voorproefje van de expositie Talking Dress, waarvoor 12 dames uit onze eigen Zuidwijk zijn geïnterviewd over een kledingstuk met een bijzondere herinnering. In de foyer en elders in dit fort kunt u alvast een indruk krijgen van deze expositie in opbouw. Maar, beste burgers, er zijn nog meer mensen die zich voor deze avond hebben ingezet. Zie hier, dat zijn ze niet, maar zie hier, er moet een lijst verschijnen van instellingen, van organisaties waarin onze burgers zich met ons enorm inzetten voor ons jaarlijks. Dankzij hen staan er fleurige bloemen op de tafels, zijn er voldoende versnaperingen en is er een vol programma met muziek en de vermaak. Ik ben ontzettend trots op de manier waarop u, burgers van Charloes, vol enthousiasme een bijdrage levert aan deze avond. Graag een groot applaus voor deze inzet. Burgers, doordat wij alle samenwerken is het resultaat groter dan de som der delen. Dit is de spirit en de teamgeest die wij in Charloes uitdragen. Delen is het nieuwe hebben, zullen we maar zeggen. Burgers, ik heb reeds lang genoeg gesproken. Maar tenslotte, door op deze manier met elkaar iets moois neer te zetten, kunnen we dit jaar ook een bijzonder jaar vieren. Het Charloes 550 jaar. Het is nu 550 jaar geleden dat Karel de Stoute de stichtingsakte tekende van Charolais. Graag sta ik stil bij dit belangrijke feit. Wij gaan het met u, burgers van Charloes, op allerlei manieren organiseren en vieren. Vanavond krijgt u reeds een bijzonder voorproefje van enkele initiatieven. Cultuurscout Arno Brouwer treedt straks op als veilingmeester. Ik doe een beroep op u allen om ons kroonjaar luister bij te zetten. Want er zijn nog hand- en spandiensten nodig. Het is eigenlijk gewoon jammer dat Karel de Stoute dit niet zelf kan aanschouwen. Hoorde ik daar mijn naam? Riep u mij? Waarde heer? Van boven. Hooggeachte graaf. Wat een onverwacht genoegen u hier weer terug te zien. Ja. Ik dacht, het is wel eens tijd na 550 jaar om eens terug te komen om te kijken wat u met mijn geliefde land, Charolais, heeft gedaan. U bent dus een van de grondheren, als ik dat zo bekijk. Nou, in de grond ben ik een echte heer. En ik ben voorzitter van de deelgemeente. Dan heb je het ver geschopt, jochie. Dat hadden we niet gestudeerd. We doen het als een tekst. U had het over een deelgemeente. Heeft u in mijn afwezigheid mijn land verdeeld, heer? U heeft met elkaar mijn land wel goed beheerd. Als ik zo kijk naar alle mensen die hier aanwezig zijn. Succesvolle mensen die met elkaar een prachtig Charloes maken. Ik dank u daarvoor, waarde heer. Uit de grond van mijn hart. Hartelijk dank, heer. En om u mijn dankbaarheid te tonen, wil ik u voor dit kroonjaar de sleutel van Charloes overhandigen. Hoogacht.
Ja, ja, die had ik nog even moeten krijgen. Hoge achtergraaf! Hiermee overkomen dat ik u voor het huur van het Karel stelt die jaar de sleutel van Charles. Wat verrassend. En ik hoop dat u ons wilt vereren met uw aanwezigheid gedurende de vele festiviteiten in Charles. U bent van harte welkom. U bent een heer naar mijn hart. Ik dank u hartelijk. Ik zal uw stad in goede wijze, zal ik die andermaal proberen te beheren zoals u dat afgelopen jaren met succes hebt gedaan. Ik dank u wel en ik zou met allen het glas willen heffen op Charlo's. Want zo spreekt u toch uit, Charlo's, Charlo's, Charlo's. Jawel, achtergraaf. Wij zijn wat geëvolueerd. Van Charolais via Charlois naar Charlo's op z'n Rotterdams. Charlo's. Ik probeer met ere uit te spreken. Come on, ça va, Charlo's. Het is me een waar genoegen, heer. Mogen wij met elkaar het glas heffen op 550 jaar? Charlo's.